op dit moment is mijn telefoon 1%. En het gaat al wel echt een stuk beter. Maar wat eigenlijk de norm voor mij is, is dat ik ongeveer zo'n 60 ongelezen WhatsApp berichten heb. En iets van 400 ongelezen e-mails. De tekst komt in ieder geval voort uit een zomer waar ik heel weinig op mijn telefoon keek. En echt heel erg bevrijd voelde van alle hectiek die meekomt met het hebben van een telefoon. Ja, wat ik ook geprobeerd heb in die tekst was niet alleen maar te bashen op telefoons van oh, telefoons zijn kut. Ze zijn ook wel chill, maar ja, of dat nou echt doorkomt in de tekst, dat weet ik ook niet. Het is aan de luisteraar in principe. Zij hadden allemaal dingen geknipt uit jams. En toen moest ik kiezen wat ik leuk vond en wat ik soort van dacht van, oh, dit kan wel iets worden. En toen dacht ik bij die, oh ja, dat kan echt super vet worden. En toen waren ze heel erg verbaasd, want ze vonden niks voor mij. Maar uiteindelijk had ik wel gelijk. We hebben een soort van stijl ontwikkeld waarin we muziek maken op basis van improvisatiespel van onszelf. Soms is het zo dat we dan denken van ah, dat stukje vinden we leuk en dat stukje vinden we leuk. En daardoor krijg je soms nummers die een beetje van hak op de tak gaan, maar wel de aandacht erbij houden, hopen we. En ja, ik denk dat je dat ook wel een beetje in Airplane terug hoort. En dan dat gepaard met gewoon Clemens die kaart aan het schreeuwen is over dat hij zijn telefoon op Airplane wil zetten. Dan, ja, dat gaat wel goed samen volgens mij. Dank jullie wel. Dank jullie wel.